Dag 3 alweer van het trainingskamp in de Turkse Belek. Aan de Riviera van Turkije scheen ook vandaag weer de zon. En wisten de spelers dat er een zwaar programma door trainer Fons Groenendijk en de staf was samengesteld. Dus was het ontbijten, verzamelen en richting het veld. Daar wel de eerste grote verandering. Een nieuw gezicht voor de groep. Marvin van der Valk, de videoanalist, kreeg de opdracht van Fons Groenendijk om de spelers iets duidelijk te maken. Een oefening die hij bedacht had en mocht uitvoeren. Spelers genoten ervan, hoewel niet allemaal. Want het gaat niet heel erg goed met Trevor David. Enigszins schieperig afgereisd naar Turkije aan de beterende hand. Maar zo af en toe moet hij toch ook even zijn momentje nemen. Voetvolley, verdedigend koppen, afronden. Ja, uiteraard ook wat paas- en trapvormen. Oftewel prima, onder de Turkse zon. En we hebben een winnend duo. Want de heren Gorter en Immers bleken uiteindelijk de allerbeste in het voetvolley.